Goedendag allemaal en welkom wederom bij een nieuw filmpje op mijn kanaal. Mijn naam is Arnold de Gans en ik neem jullie graag een stukje mee op mijn ontdekkingsreis door de wonderbaarlijke wereld van Warhammer. Een paar weken geleden heeft de Black Library twee boeken uitgebracht en bij elk boek zat een mini. Kado Easy Chair en Drakey Flint. Ik ga ze allebei uitpakken. Deze moest ik gewoon hebben. Ik vind het leger, de Soulblight Gravelords, qua esthetische vormgeving ontzettend gaaf. Ik speel het leger zelf niet, maar ik vind deze ontzettend leuk om te painten. Geen idee waarom, maar ze trekken me gewoon enorm aan. En weet je, ik heb bijna alle andere speciale dwergjes van Games Workshop. Dus deze moet ik ook gewoon hebben. Gewoon omdat het erbij hoort. Ik ga ze allebei in elkaar zetten zo meteen. En ga ik laten zien hoe ze eruit zien als ze gebouwd zijn. Oké, we gaan openmaken. Dat mesje was ooit scherp. Dat is het nou niet meer. Jongen, jongen. Oh, er zit een treetje in. Oké. Oké. Leuk. Maar dat is wel een heel erg simpele bouw. Nou, laten we daar maar mee beginnen dan. ...40 mm base. Oké. En wel weer een enorme gedetailleerde. Kijk hoe mooi. Nummer 1 en nummer 2. Nummer 1. Dat is de eerste. Ja, toch super gaaf. Dat ze details vinden echt, ja, echt gewoon meerwaarde hebben. Het zijn er wel veel, maar het zijn nog niet van die grote, dat scheelt alweer enorm.
wat smaak nog. Ook niet overdrijven. Dat is het eerst makkelijkste wat hij doet, Arnold. Jongen, jongen. Nou, straks daar de primer overheen zetten, dan zie je het allemaal niet meer van, maar... Zo'n moldlijn wel. Dus die wil je echt wel eraf hebben. Als jullie trouwens ondertussen gerommel horen. Ik ben nou eenmaal een maagpatiëntje. En die is niet altijd eens met de stille geluiden. Tel de commentaar op. Een druppeltje lijm. Daar. En waar gaat die dan heen? Daar gaat die heen. Een klein druppeltje. Erin laten lopen. Bon. Nou, dan hebben we nummertje 6 is zijn arm en nummer 7 is zijn hoofd. Nummer 6 is zijn arm. Dan gaan we zijn hoofdje erop zetten. Dit is zo'n tricky ding met zo'n lange haarlok. Druppel daar. En dan kijkt hij een klein beetje de zijkant op. En dan komt de laatste. De cape aan de andere kant. Je ziet als je het van het plastic cement zoals dit er tussenuit weet te knijpen, dan krijg je een soort riggeltje zeg maar, op die die gleuf. En als dat dan straks gedroogd is, dan kun je dat keurig wegveilen en dan zie je van heel die aanhechting eigenlijk niets meer. Ja. Beetje lijm daarop. Lekker laten drogen. Goed, dat is
Kado, Easy Chair, The Hollow King. Ik vond hem leuk om in elkaar te zetten. Makkelijk. Het is een heel klein spruitje. Met een paar onderdeeltjes. En hij staat. En dit is Dracky Flint. De Caradon Overlord. Ook deze is uitgegeven door de Black Library. En die gaan we nu in elkaar zetten. Nou, het mesje is nog niet scherper geworden. Ja. Ook hier zitten de regeltjes erbij. Oké. Dat ziet er ongeveer net zo moeilijk uit als die andere. Niet dus. Deze beest is 32 mm. Logisch, want het dwerg is nou eenmaal wat kleiner. Zoveel plastic afval, hè? Zo zonde. Maar goed. Wauw. Kijk dan de details daar weer eens op. Oké. Nou, nummer 3. Nee, we beginnen met nummer 1 en 2. Dan eerst de beentjes aan elkaar vastzetten. Zal ik die bril opzetten. Zo. Zo. Dat laten we rustig even drogen. En dan moeten we nummer 3 hebben. Oké. Nummer 3. Dat is deze. Dat is de buikpartij, zeg maar. Dat. En dat. De capillaire werking, om een mooi woord te gebruiken, tussen twee vaste voorwerpen. Vloeistof vindt dan altijd prettig om de capillaire werking daar tussendoor te glijden. Een soort zuigende werking heeft dat. Dat werkt met lijm uiteraard ook zo. Dus dat moet je altijd een klein beetje gebruiken als je dit soort dingetjes doet. Dus ik gebruik dat. Dat werkt eigenlijk altijd gewoon wel goed. Goed. Dan hebben we 1, 2 en 3 aan elkaar zitten. Dan moet nummer 4. Aan de zijkant. En dan hebben we het wapen aan nummer 5. Nummer 5 en 6. Dus 4, 5 en 6 hebben we nodig. Oké. Okay. Goed, een wapen met 3 barrels. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar als die lopen niet open zijn, dan is er weinig schieten. Dus daar moet ik even wat gaatjes in maken.
En het makkelijkste kun je dat doen door een scherpe punt. En voor het extra licht erbij halen. Zo. Die er helemaal in op zitten. Dan kan dit haast niet meer fout gaan, zeggen ze. Zo. Dan heb je 3 mooie open loopjes. Die wouwstick of wauw pendril van wouwstick. Ik ben er echt dolblij mee. Werkt prima. Oké. Gaan we die er nou ook opmaken. Eerst even een wat minder scherpe mesje erop doen. Voor waar ik hem nu voor gebruik, heb ik niet zo'n scherp mesje nodig. Maar dat puntje was wel even belangrijk. Zo. De laatste. Ik heb een kleine inkepping in gemaakt. Wat ik gewoon voor een bijl gewoon stoer vind staan. Ja. En dan hebben we alleen nog de Tactical Rock, zoals ze dat dan noemen. Hè? Klein beetje zijn hoogte kan compenseren als dwerg zijnde. Nou, daar ga ik niet echt heel veel mee doen, want... alles wat zo'n Tactical Rock aan extra materiaal heeft, zijn gewoon natuurlijke vormpjes uiteindelijk. En dat is 2. Dit waren Kedo Izikaya en Drekki Flint. De 2 miniatuurtjes die je kon krijgen bij de 2 boeken van Black Library. Ik vond het super leuk om ze in elkaar te zetten en super leuk om jullie te laten zien. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben en graag tot de volgende keer. Groetjes!